Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Nick en Nick. Voor boys en girls. Dit is Joy. Ik ben zo gestrest hier. En dit is Bart. En samen duiken wij iedere week in de wereld van sport, fashion en showbiz. Echt dit? Wij gaan backstage en onstage op onderzoek uit. Bij Goed gedaan, jongen. Dit is Joy en Bart. Oh, het is alweer de allerlaatste aflevering. Ik weet het. Ik vind het een beetje gek, Joy. Ja. 30 weken lang, 30 afleveringen. We hebben gerend, we hebben gevlogen, we hebben overal achter de schermen gekeken. Misschien is het gewoon leuk om even te gaan kijken wat we allemaal precies gedaan hebben. Ja. Maar wel even iets te eten. Pak je anders even de popcorn erbij? Ja, is goed. Top. Showtime. Hallo. Is Joy. What up, what up? Ben ik klaar voor? Dan ga je ook mee, kom. Daar gaan we! Oh my gosh. Welkom aan boord van deze vlucht. Oh my! Top. Nou, het is toch leuk om terug te zien? Heel leuk om terug te zien. Maar weet je nou, Joy, wat me nou opvalt bij jou, is hoeveel verschillende soorten outfits je allemaal niet hebt aangehad. Dat is echt niet normaal. Ja, dat valt toch wel mee? Nee, kijk maar. Oké, je hebt misschien toch wel gelijk met die outfits. En we hebben ook echt heel veel gedaan. Ja, maar van alle afleveringen, wat is nou echt je favoriet? Wat ik sowieso heel gaaf vond, was dat ik mocht zingen met TP4Y. On the mic, so fly. Woo! En dat ik natuurlijk Niels van achter de schermen heb gesproken. Daar komt ie. Hey kerel. Hey jongens. Maar misschien wel het meest indrukwekkende vond ik misschien wel de gevangenis. Daar mochten we eens kijken achter de schermen nemen. En ja, wij komen daar als Joy en Bart. Maar normaal kom je daar nooit. Dus dat vond ik heel indrukwekkend. Als het goed is. Ja. Daar zijn we dan. Dit hier is Ruud en we gaan jullie samen even ontleiden vandaag. Het zijn gewoon echt gevangenis in nu. Hier zijn de celblokken. We gaan nu de afdeling op waar alle cellen zijn en dan gaan we jullie de cel laten zien. Oh mijn god. Oh, dit vind ik wel heftig hoor, dit. Nou, het leek mij dus wel grappig als we Bart gingen opsluiten in de cel. Dus we liepen met z'n drieën de cel uit en deden snel de deur op slot. Maar even iets heel anders. Wat ik echt te gek vond, wat jij denk ik iets minder leuk vond. Ja, ik denk dat ik het al weet. Was de achtbaan. Kijk, ik vind dat echt superleuk om te doen, maar ik word er alleen altijd een beetje ziek van. Maar dit keer ging het wel heel goed. Wow. Hoe was het? Ja, heftig. Maar wel echt super vet. Ah, dat begin, die free fall naar beneden. Net alsof je vliegt. Het is heel leuk, maar nu ben ik een klein beetje misselijk. We hebben natuurlijk nu wat fragmenten gezien die ik heel erg leuk vond. Maar Joy, wat vond jij nou eigenlijk het allerleukste? Ja, ik vond de korpsmariniers echt heel erg leuk. Omdat ik dan een stoere kant van mij kon laten zien. Mm-hmm. Want iedereen ziet me altijd in jurkjes en rokjes. Maar ik heb eigenlijk ook wel een stoere kant, maar die zien ze niet zo vaak. En ik vond het vooral leuk toen ik je echt zo wakker kon schreeuwen. Echt waar. Ik heb zo hard gelachen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog steeds een piep in mijn oor. Dat is niet heel fijn. Piep.
Wat kan jij streng zijn, zeg? Ja, oh wacht, nu lach je, hè? Nu lach je. Maar ik ken nog een moment waar je iets minder aan het lachen was. Ja, ja, jij schrok een beetje. Kijk maar. Echt waar, ik hou het niet meer. Ik wil het zo graag zien. We kunnen voor de onthulling gaan. Daar gaan we. Daar gaan we. En wat vind je? Oh my. Before en after. Ja, ik heb misschien een make-over gehad, maar jij ook hoor. Oh, je bedoelt dat stijle haar? Ja. Jij vond het goed staan, hè? Ja, ik vond het heel erg leuk. Ja, ik weet het zo net nog niet. Hoi, hallo, ik ben Bart. Hi Bart, ik ben Marleen. Ik ben een beetje bang. Dat snap ik. Ja. Ga je doen? Jij hebt vast altijd krullen. Ik zou het heel tof vinden om die krullen een klein beetje te laten verdwijnen. Daar gaan ze. Zo, Bart. Hoe gaat het? Ja, ik voel me een beetje iemand anders, Joy. Ik vind het echt cool, hoor. Nou, Joy. Staat ineens een andere presentator naast je? Nou, ik vind het heel erg leuk. Maar Joy, volgens mij vond jij het allerleukst wel dat je Shawn Mendes hebt gezien. Ja, toch? Oh, dat vond ik echt heel erg leuk, ja. Dacht ik al. Ja, maar ja. Ze had echt tranen in de ogen. Dat was echt niet normaal. Ja, ik ben zo fan van Shawn Mendes. Hij kan goed zingen. Hij is ook nog eens knap. Mm-hmm. Oké, ik ben dus op zoek naar Shawn Mendes. En ik ga dus naar het podium toe, want hij gaat zo meteen optreden. Pas op. Ik vond het optreden ook zo gaaf. Ja, ik zag het. Ja, jij hebt het heel leuk gehad. Maar ik ook, Joy, want ik heb zeker niet stilgezeten. Er waren allemaal toffe artiesten bij ons ook in dat kamertje. Dat was Brace, Vice, Kenny B. Maan heb ik geïnterviewd. Miss Montreal was echt heel tof. Maan! Kenny! Hallo! What up, what up? Nickelodeon in the house. Miss Montreal. Daar lig je ineens heerlijk op een zitzak. Naast Brace. Heerlijk. Maar Bart, we hebben ook best wel veel gedanst, hè? Gedanst? Ja, nou, of je het zo zou willen noemen. In mijn geval weet ik niet. Bewogen, dat sowieso. Jij hebt wel heel veel gedanst. En dat zag er zo uit ongeveer. Je ziet er al heel dope uit. Met links. En wakker worden. Heb je even voor mij? Heb je even voor mij? Maar wat tijd voor me vrij. De groove van Joy. Zo, nou, dat was leuk, hè? Ja, dat was heel leuk. Om naar te kijken ook vooral. Ja, maar wat de kijkers eigenlijk niet zien, is dat het wel eens misgaat. Ja, ja, wel eens. De beste internationale en nationale artiesten treden hierop. Zoals Miss Montreal. Oh. Shawn Mendes. Brace. Oké. Wie waren het ook alweer? De beste... Zoals... Nou... Yes, echt waanzin. Chaka, yes. Te gek dat we samen met Joy en Be Brave dus... Dat we samen met Be Brave... En ik vond het ook heel erg leuk dat ik ze bij in de... Nou, gaat het weer mee? Tap, tap, tap. Oké. Okay. Ik ken
ken dit ook nog, van de tienerdag van vorig jaar. Nee, Bart luistert dit gewoon in zijn vrije tijd. Gewoon alleen doei zeggen? Ja. Ja. Oké. Okay. Doei! Doei! Dat was hem dan, Joy. Ja, ik ben eigenlijk wel een beetje verdrietig door. Ja, 30 weken is ook niet niks. Maar ik vond het echt heel erg vet om samen met je te presenteren. Ja, ik vond het ook heel erg leuk. En is er eigenlijk geen prijsvraag deze week? Nee, deze week helaas niet. Maar we hebben nog wel een winnaar van vorige week. Die staat hier, dus gefeliciteerd. Yes, en dan zien wij... Ja, nou ja. Misschien volgende keer weer. Tot de volgende keer. Doei!